Yo mensen, mijn naam is Joel. Welkom bij een nieuwe dagelijkse video. Vandaag gaat het weer een leuke dag worden. Ik heb er heel veel zin in. Ik kom net terug van een schoenmaker. Ik heb namelijk naar mijn schoenen aan te maken. Want de achterkant, die jullie zien, die zat eerst los, maar die zit nou weer vast. Want ik weet niet, een tijdje terug was ik in mijn kamer en deed ik dus mijn schoenen uit. En in één keer schoot mijn achterkant los en was die dus kapot. Dus ik dacht van, weet je wat, we gaan naar de schoenmaker toe. Dus ik heb hem daar vandaag opgehaald. En het is eigenlijk niet duur. Ik heb hem voor 3,50 euro is hij alweer heel. Dus ja. Het kost eigenlijk niks om zoiets te laten maken. Ik dacht echt dat ik weer rond de 20 euro kwijt was voor zoiets. Maar goed, hij is dus gemaakt. Waar ben ik nu? Ik ben nu eventjes op een parkeerplaats. Mijn moeder die is even... Die is weg. Joh. Maar die is even boodschappen halen. Want we moeten zo meteen even wat gaan eten. Ik ga namelijk zo meteen een eitje maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. En daarna ga ik even wat oefenen. Piano spelen. Want ik moet vanavond gaan repeteren met de band. Dus ik ga even direct de nummers even doornemen. En dan ga ik even sporten. En dan zit het er eigenlijk een beetje op. Wat ik allemaal ga doen. En vanavond dus repeteren. Dus ik heb er allemaal heel veel zin in. Het gaat gewoon een leuke video worden. Fijn dat je loopt te kijken. Geef alvast een like. En ja! Wisten jullie trouwens dat ik nou bij de Jumbo sta in Oosterhout? Waar ongeveer 3 maanden geleden... Twee gasten binnenkwamen met een mitrailleur en die dus hele boel begonnen onder te schieten daar. Dat was echt een tijdje terug was dat bij deze Jumbo gebeurd. Dat is echt ziek dat het gewoon hier in een rustig stadje waar ik woon dat zoiets kan gebeuren. Maar dat was bij deze Jumbo gebeurd. En hij is de verdachte. Nee, hij is niet de verdachte. Maar goed, hier is dat dus gebeurd en ja. En nu ben ik even de schoudernummers aan het doornemen. Ik heb de nummers op de computer gezet, zoals jullie zien. En ik ga dus nou even schoudernummers doornemen op deze piano. En misschien heb je deze nog nooit gezien. Dit is een beetje een oude piano die ik heb. Deze is van mijn opa geweest. Het is eigenlijk een keyboard en hij is eigenlijk heel oud, maar hij werkt echt super goed. En de geluiden die erop staan, ik weet niet, dit is toch iets waarvan ik heb van wauw, dit is echt kei chill om op te spelen. En het is niet alleen maar dat je speelt, maar er zit ook echt een, er ligt ook echt een waarde, weet je. Dat is van mijn opa geweest en hier ben ik ook echt eigenlijk op begonnen met piano spelen. Het is eigenlijk een van mijn eerste keyboards waar ik op heb gespeeld en daarom is het niet echt alleen een keyboard, maar het is ook gewoon kostbaar of zo voor mij, weet je wel. En ik heb er onder ook eentje liggen. Die zien we waarschijnlijk nog wel een stukje. Daar ligt de piano. En ik heb daar in die tas nog een piano of een keyboard zitten. Maar dit is echt ideaal om te spelen. En ik vind het echt super fijn om daarop te spelen. Ik heb ook trouwens alles al klaargelegd voor Drek. Ik leg al mijn kleren klaar. Ik weet niet of jullie dat weten. Ligt ook allemaal klaar. Dus dat is allemaal heel chill. Dus het is een beetje, ja. Lekker oefenen, lekker chillen, een keer relaxen thuis. Normaal ben ik nooit echt vaak thuis, dus dat eigenlijk. En er is trouwens ook één lied die we gaan spelen die ik echt super mooi vind. En dat is echt één van de vetste liedjes die wij in de kerk spelen, waar ik de tekst zo chill van vind. Ik ga hem gewoon zingen voor jullie en ik zou zeggen geniet ervan. Ja, let's do this. Ik weet niet of ik heel dat nummer ken, maar pak gewoon een gedeelte die ik ken. Nog voordat jij bestond, kende hij jouw naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar totdat jij komt. Kom tot de Vader. Zoals jij bent, heel je hart en elke pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. En nu is alles klaar totdat jij komt. Ja, ik weet niet, ik vind het zo chille tekst, ja. Geweldig nummer. Yo, moet je eens kijken waar ik tegenkom. Ik kom in één keer mijn oude vlogcamera tegen. Dus, of tenminste, de oude camera. Met deze camera heb ik eigenlijk, ik denk, 70% wat er op mijn hoofdkanaal staat. Op YouTube heb ik met deze camera gefilmd. Tegenwoordig film ik alles met een spiegelreflexcamera, een Canon 600D. Maar voor die tijd heb ik alle deze gebruikt, een Nikon Coolpix. Die heb ik ook voor mijn verjaardag toen gekocht van een vriend van mij. En hij werkt eigenlijk prima, kijk. Alleen, ik kan hem niet inzoomen, want ik heb hem een keer laten vallen bij de YouTube Gathering. Toen is hij kapot gegaan, dus ik kan niet inzoomen, want dan geeft hij dit aan. Let op, hè. Als ik even inzoom, deze. Zie je, dan geeft hij aan camerafout of zo, lensfout. En dan doet hij dus niks meer. Dus nou kan hij ook niet uit. Maar ja, je hoort ook echt dat hij slecht geluid maakt. Maar dit is eigenlijk mijn camera waarmee ik begonnen, een Nikon Coolpix. En dan zijn we weer lekker thuis en we zijn eventjes wat aan het eten. Ik ben hier samen met Brian. En ik ben hier samen met een goede maat van mij, Wesley. Hij is een hele goede bassist. Maar goed, we gaan zo meteen even wat friet eten. We hebben wat friet gemaakt in de
magnetron, daar ligt kip zoals jullie zien. Dus het gaat me wel lekker worden. En de repetitie ging goed. Dus dat was dat ik heb. We zijn een beetje gewoon aan het einde van de dag. Het was één toffe dag. Het was misschien een hele korte vlog. Maar ik heb het heel druk gehad vandaag met repeteren en muziek maken en dat soort dingen. Ik ben net ook eventjes wat gaan eten met een paar maten van mij. Ze hebben wat gaan eten beneden. Dus het was gewoon heel gezellig. Maar goed, dat is dat. Morgen. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Dat zie ik allemaal nog wel. Ik heb er wel allemaal heel veel zin in, dus dat komt helemaal goed. Ik wil trouwens ook een video maken waarin ik jullie vragen ga beantwoorden. Dus als jullie nou een vraag hebben of je zit met iets en je denkt nou van, hoe? Laat het even onder weten in de reacties en dan ga ik jullie vragen morgen beantwoorden in de video. En dan maak ik een einde aan deze video. Jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Geef een like. En jullie zien me morgen terug met een nieuwe dagelijks video. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao.